weer een miljoentje hierin springen. Je hebt het zo asociaal weggebruiken. Ik kan hier echt niet tegen, ik word er echt zenuwachtig van. Nou, we zijn bij een sushi restaurant en wat eten we? Wat dan? Ik heb al vroeger heel mooi voor Pietjes en Sinterklaas gemaakt. Wil jij te beneden? Kijk! Oh, ze zijn weer langs geweest. Ook dat? Allemaal cadeautjes weer. Wat hebben ze met een Pietje gedaan? Met Spider-Man, met de pizzamuts. Kijk! Huh? Dat? Ila heeft weer eten gevonden natuurlijk, hè? Oh, die is voor Ila, denk ik. Ja, voor Ila. Voor Impad. Ila, kijk eens. Deze bij. De pippen gaat hoog. Kijk hè? De pippen gaat hoog. Wat is dat? Een vliegende spinner. Ook Minion? Ja, nog meer Minion. Dat snel. Ik heb hier Minion. Ja, gooi hem maar neer. Minion. Nog een Minion? Nog een Minion? Ja, kijk. Ik kan een puzzel op tafel leggen, knoopjes. Zo, dat ging snel. Nou, zoals jullie zien, er stonden heel veel schoentjes en een lichtbol. Devon had gisteren hierboven heel mooi de boel versierd, dus ik zal er nu even de foto van laten zien. En hij had dus ook nog die lichtjes opgehangen. Dus het was één groot versierde boel gisteren. Gaan we de vliegende Minion even uittesten? Ja. Volgens mij moet je hem even gooien. Ja. Wacht, dan ga ik even... Wow. Hij heeft een parachute, hè? Vliegen, ja, die gaan we even ook uittesten. Ja, nou, we hebben hem eruit gehaald. Wacht, ik ga hem even aanzetten. Druk zo'n knopje. Oeh! Oeh, zo. Druk maar. Wow. Wow. Oh. Kijk, 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 daar gaat hij. Debbie, kijk, hij vliegt. Hoe stopt hij? Hoe stopt hij? Hij stopt niet. Kijk, kijk, die lijn. Meer. Kom eens. Of wil ik hem nog een keer indrukken? Oh, hè? Je moet gewoon nog een keer indrukken. Oh, oh. Wow. Wat een gek ding, joh. Pietjes, meisjes. Want ik had heel veel noepjes van me opgeëet. Ja, die heb je allemaal in je schoentjes gedaan, zoals ze net gezien hebben. Dus ja, die zijn nu weg. Hè? Die waren voor de pietjes. Die hadden ik ook trek in wat snoepjes. Nou, wij zijn lekker thuis. Het is vandaag woensdag. En wij hebben een koelkast. Voor degene die ons nu iets langer volgen. Die weet dat wij toen lekkage hebben gehad. Ik had toen verteld dat we daar een lekkage hadden gehad. Dat kwam door de koelkast. We hadden hiervoor ook een Amerikaanse koelkast. Qua ruimte hebben wij dit echt wel nodig. De koelkast is nu ook behoorlijk leeg. Maar dat komt omdat ik nog boodschappen moet doen. Ik doe meestal één keer in de week echt grote boodschappen. En dan staat de koelkast dus helemaal vol. Maar zoals jullie kunnen zien, ik heb zoveel ruimte. Dus ik ben er helemaal blij mee. Dus ja, dat is ook weer geregeld. Vanmiddag komt Sam iets eerder naar huis van werk. Want wij gaan naar Amsterdam, want we hebben een afspraak. En ja, we willen waarschijnlijk ook nog even samen gaan uit eten. Dus dat staat vandaag op de planning. Maar nu ben ik nog even lekker thuis met mijn mannetjes. We hebben hier dus nog een hele lege muur. En die kabel van de koelkast die hangt ook nog helemaal los. Dus ik ben nog even aan het kijken om hier dan een soort van stellingkast te gaan plaatsen. Of zo'n bakkerskast, daar twijfel ik nog een beetje over. We moeten sowieso nog het een en ander in huis doen, want deze lamp gaat weg. Ja, boven de eettafel komen nog twee grote industriële lampen. Er komt als goed is volgende week een elektricien. Dan kan die rommel daar weg en die lamp daar ook. En dan komt er daar nog het een en ander. Ja, ga ik veranderen aan kussens en een dekentje. Zodat we wat meer samenloop hebben van de kleuren hier.
met daar. Wij zitten in de auto naar Amsterdam. Hello. Ik vind het trouwens echt super eng om in zo'n grote stad, zeg maar langs die, in, bij die gracht, weet je, bij dat water te parkeren. Dus ik zou hier echt niet alleen durven komen. Met zo'n klein autootje wel, maar wij hebben best wel een grote, ruime, brede auto. Dus nee. Jij rijdt zo de gracht in. Jij mag dat doen. Ik rijd echt de gracht in. Ik weet, nou op zich, ik kan wel goed parkeren. Eerlijk is eerlijk. Je kan wel parkeren. Maar ik vind het gewoon eng langs het water en in die smalle steegjes. Zodat je tussen autootjes moet wringen en zo. Kijk, zo'n autootje moet je hebben eigenlijk. Komt die daarvoor? Zo'n kleine Miep, dat is perfect smart. Voor in de grote. Jij hebt even start. Smart nodig. Ja, gewoon zo'n kleine boodschappenautootje, weet je, zo'n raceautootje waar je overal lekker tussendoor kan op die kleine plekjes. Je hebt zo'n 45 km per uur autootje nodig. Nou, we hebben mijn autootje gevonden hoor. Daar gaat hij hoor. Kijk, we gaan dan. Power. Oh. Dan kan je ook gewoon binnen doorrijden daar, op die fietspaden en zo. Ja. Oh, Amsterdam, ik heb het echt gemist, man. Nou, we staan eindelijk geparkeerd. We moesten echt nog super veel rondjes rijden. En als we dan dachten dat er een plekje vrij was, was het een elektrische oplaadplaats. Dus nu staan we hier voor het water. Ik ben zo blij dat Sarah er is. En dan echt zo naast al deze fietsen. En hier net één plekje. Wij moeten precies aan de overkant zijn. Maar we moeten straks dus een heel stukje naar die kant of de andere kant om aan de overkant te komen. Maar we hebben eerst nog een ander probleem. Want de parkeermeter doet het niet. En Sarah moest echt al super ver lopen om een parkeermeter te vinden. Maar die werkt dus niet. Dus nu moeten we zo samen op zoek naar nog een parkeermeter. Echt, we zijn letterlijk denk ik nu al 20 minuten bezig. Alleen met het vinden van een parkeerplek en het betalen. Het is echt een ramp hier. Nou, dan komt hij al heel dat stuk gelopen, arme schat. Huh? Lekker stukje gelopen. Wat een gezaak allemaal hier. Oh. Maar... het is wel fijn. Het lijkt dus dat je uit de parkeermeter dat er geen kaartje komt. Dus als we nu een werkende vinden... Nee, pak een pinpas niet. Ja, als we nu een werkende parkeermeter vinden, dan kunnen we gewoon ons kenteken invoeren en hoeven we niet meer terug naar de auto. Want we moeten dus zo'n heel stuk lopen om naar de overkant te komen. Dus ik ben benieuwd. Oh, je ziet jou niet. Ik haat lopen. Ja, oh. Ik haat het. Nou, het is gelukkig droog weer en we zijn in een mooie stad, dus... En, doet hij het? Bijna. Doe meer dan die andere. Meer? Esra, ja? Zou je even een miljoentje hierin springen? Op die boot of in het water? In het water. Eh? In het water. Oh, het is zo koud, ja. Eerlijk? Nee, voor een miljoen spring ik er nu zo in met die camera aan de hand. Ik trek jou mee. Ja, liever mij. Kan je gelijk op die boot aanschuiven? Hè? Oh, het is zo mooi. Daarachter gaat de zon achter. Het is zo mooi hier. Nou, we zijn weer terug richting Utrecht en het staat vast. Dus nu 4:15, het is ook echt zo'n tijdstip waarop het vast staat. En Sam doet weer lekker asociaal. Hij rijdt helemaal door tot waar je eigenlijk niet meer mag. Want kijk, daar staat al een rood, oh dat zie je niet, een rood kruis. En hij voegt op het laatste moment in. Wat betekent kruis? Je bent zo'n asociaal weggebruiker. Het kruis betekent, je mag daar niet meer in. Ja. Dus ik ben gewoon netjes voor de kruis. Ben ja, je bent overal, ga jij, overal voeg je op het laatste moment in. Ik moet hier naar rechts. Iedereen houdt hier af. Wat ga ik nou doen? Ga ik hier gewoon. En via links. Kom, geef die job aan mij. En dan ga ik hier naar rechts. Serieus, die man van mij, hè? Ik kan hier echt niet tegen. Ik word er echt zenuwachtig van. Nee, kijk. Kijk, hij gaat kijk hoe netjes dit is. Hè? Moet je opletten. Ik hou hier een beetje afstand. Kijk, ik doe alsof ik een toerist ben. Mensen weten dan niet dat ik gewoon zo rijden ben. Ik ben benieuwd of iemand... Ze gunnen je gewoon altijd, hè? Eerlijk, als iemand op laatste moment bij mij komt om in te voegen, ik geef geen voorrang. Sorry, je gaat maar gewoon lekker achteraan. Eerlijk, ik ook niet. Ik hou daar echt niet van. Oh, kijk hoe gaaf, schat. Gaan we dit binnenkort doen? Ja, dat gewoon zo. Oh jongens, dit is zo vet. Ze hebben hier zo'n skydive. Kijk daar, jullie zien het nu. Daar gaat iemand zo'n skydive. Oh, ze gaan al, kijk. Dat willen we binnenkort ook gaan doen. Zo leuk. Wij gaan nu even lekker samen eten. We gaan sushi eten. Nou, we zijn er. En we moeten allebei super nodig plassen. Echt, we hebben 1,5 uur lang in de auto gezeten. Eindelijk weer eruit. Helemaal stijf. Dus het eerste wat we gaan doen is niet eten, maar plassen allebei. Nou, wij zijn nu lekker bij de sushi. Wij gaan lekker sushi eten. En het is ook lekker verzorgd. Oh. Hoeveel honger heb je? Ik moet wachten voor Esra. Eerst een film is echt lang geleden. Ja. Waar is onze lievelings? Deze met garnaal. Krokante garnaal, lekkerste. Heb ik tempura. Wat hebben we nog meer?
Allemaal lekkere sushi rolletjes. Oh ja, wacht. Hij is nieuw, hè? Hij is ook dingig. Ja, jij gebruikt veel, ik het niet. Ja, op zich mag wel veel. Nou, eet smakelijk, schatje. Smakelijk. Ik geniet ervan, hè? Ja, jij ook. Nou, we zijn bij een sushi restaurant en wat eten we? Esther heeft patat en kipnings besteld. Nee. Ik was naar het toilet. Net was ik naar het toilet, totdat hij al besteld op de tablet. Want we hebben zo'n tablet waarop je kan bestellen. Dus hij had zijn bestelling doorgegeven terwijl ik naar het toilet was. En toen ging hij naar het toilet. Dus had ik mijn keuzes toegevoegd en ik zie opeens patat en kipnuggets staan. Ik denk, dat heeft hij voor mij gedaan. Maar blijkbaar heeft hij wel de patatjes gedaan, maar niet de kipnuggets. Maar op een magische wijze, alsof ze voor Deborah zijn. Ja, die zijn echt voor Deborah. Ja. Ga ik wel voor Deborah. Deborah, we hebben aan je gedacht, schatje. Ja. Oh, ik vind het wel lekker. Die patat is zo lekker. Ik hou echt van patatjes. Ze zijn hier ook echt super lekker. Ik kom naar sushi restaurant alleen op patat. Eigenlijk zo, ik heb zo. Ja. Ja, nee, valsspeler. Zo, ronde 2. Allemaal voor Esra alleen. Hè, Es? Zit lekker te smikkelen, hè? Nee, ze zijn echt lekker. Wat is dat? Sojabonen. Sojabonen. Zo lekker zout. En lekker. En deze? Lievelings, ebi tempura. Oh, altijd. Zo lekker. Elke keer, hè? Deze met zalm en mango. Met zalm? Zalm en mango. Zalm en mango. Champignons. Alleen maar liefde hier. Wat? Ja, hè? We lopen buiten. Na ronde 2 hebben jullie niks meer gezien. Maar we hebben ook niks meer gegeten. Want we waren allebei enorm ingekakt. We vielen echt wel bijna slaap daar, joh. We zijn allebei super moe ook. Dus, Ik heb nog nooit zo weinig gegeten in het sushi restaurant. En we gingen ook echt met super veel honger er naartoe. Zelfs het parkeer. Oh ja, kom op. We gingen er ook met super veel honger naartoe. We hadden wel echt de eerste ronde wel erg wat op. Maar allebei ingekakt. We hebben echt ook super... erge wallen. Laat die van jou zien. Kan mij wallen. Maar we slapen ook gewoon de laatste tijd heel weinig. Want dat komt omdat ik in de avond edit. Dat is wanneer de kinderen slapen vanaf een uurtje of 8. Dus dat wordt steeds best wel laat voor ons. En, ik heb vannacht om 5 uur geslapen. Ja, en iedereen die ligt elke nacht wakker en te huilen en zo. Dus we zijn allebei echt best wel gebroken. Maar ik had niet verwacht dat we echt maar 2 rondes zouden doen. Normaal hebben we echt wel 4 rondes. Voornamelijk ik. Ik eet sowieso minimaal 4 rondes. Ja. Maar dit keer dacht ik mezelf van Esther. Het is gewoon gezelligheid. Gewoon lekker wat drinken. Waarom ga je weg? Oh. Ik dacht richting de auto. Ja, gaan we naar huis? Ik ga rijden en dan ga ik lekker... Even lekker op de bank ploffen. Oké, zo slapen. Oh nee, Deborah is nog wakker. Wacht nog op. Oh ja, Deborah wil niet slapen. Wij moeten... wil eerst nog een kusje geven. Zo, zitten we lekker op de bank. En toen we binnenkwamen zat Deborah gelijk op de trap. Mama, papa, jullie moeten mij in bed stoppen. Wij zijn gelijk met z'n tweeën naar boven gaan, hè, Esra? Super schattig. Dat is echt te schattig. Hij was wakker gebleven, maar mijn broertje die had dus opgepast. Die had hem net naar boven gebracht. Toen was hij helemaal aan het snikken toen hij ons hoorde. Dus ik ben lekker bij hem gaan liggen, lekker knuffelen. Dat is echt grappig, want als je veel met je kinderen bent, heb je zoiets van... Oh, het is wel lekker als je af en toe ook iets met z'n tweeën kan doen. En dan doe je iets met z'n tweeën. Dan heb je het alleen maar over je kinderen. Ik mis. Kinderen je missen. En ook nu denk ik, ik wil bij hem liggen. Ik heb hem echt gemist. Een paar uurtjes, maar... het leven van een ouder, dat hoort erbij. Nou, we hebben even lekker wat reacties gelezen. Want we hebben dus net onze eerste challenge video, dus echt van ons samen, gepost. Leuke reacties erop. Dus we gaan zeker vaker een challenge opnemen met z'n tweeën. We zijn even aan het kijken voor een leuk idee. Er kwam al Not My Arms Challenge. Dat we nog meer. Die leek ons wel leuk. Dus die kunnen we misschien wel gaan doen. Gummy vs Wereldfood zag ik ook staan. Maar die hebben we al op het, 2 keer op de La Cap Junior pagina gedaan. We kregen ook een verzoekje voor een shout-out van Coco Anchoff. Bij deze shout-out naar jou. Toevallig zijn er net tussen. Dus superleuk, jullie reacties altijd. We proberen het ook allemaal te lezen. Zeker ook als we weer een nieuwe video gepost hebben. Ja, daar houden we het sowieso altijd even bij. Dus superleuk allemaal. Maar ik denk dat het zo tijd wordt voor ons om lekker af te sluiten. Laptopje uit, lekker naar bed. Lekker slapen. Heb je wel nodig, hè? Jullie ook? Ja, op tijd naar bed. Niet te laat
Ja, ik vind wel dat jullie soms af en toe echt tot laat online zijn. We krijgen soms echt 's nachts berichtjes ook via Instagram. Wij denken, moet jij niet slapen? Ja, of gewoon dat we echt midden in de nacht heel veel abonnees bij zijn gekomen. En ik zag bij iemand zei van, ik ben niet naar de school gegaan om naar jullie vlogs te kijken. Nou, dan school jij. Ja, onze vlogs gaan niet weg. Of iemand die om 2:30 had gezegd, ik ga helemaal, ik lig hier helemaal om 2:30 s'nachts, door de week, dat doe je toch niet? Het verbaast me echt hoeveel en hoe laat. Tot hoe laat zitten jullie eigenlijk op jullie telefoon? Dan ben ik wel benieuwd naar. Want we hebben wel een hoop jonge kijkers. Ik ben daar wel echt benieuwd naar. Want ja, zoals ik zei, we krijgen echt vaak nog laat berichtjes. Echt laat. Hoe laat, hoe oud ben je en hoe laat. Hoe laat slaap je? Ja. In ieder geval, liefde voor jullie. En wij gaan nu afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke video vandaag. Zo ja, doe dan dus even de duimpjes omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren als je dat nog niet bent. Als je dat nog niet bent. Zie je, het is laat. Dat gebeurt dus als je weinig slaapt. Maar dan zien jullie hopelijk de volgende keer weer. Doei doei! Doei doei! Op tijd naar bed!